Het Thaise elite-leger Rangers maakt gebruik van een nieuwe tactiek om vooral het zuiden te beschermen tegen het oplaaiende geweld van moslim-extremisten. Het zit steeds meer vrouwen in. Ze zijn of boeddhistisch of moslim. De training is hetzelfde als die van de mannen uit het leger. De vrouwen opereren in de meest risicovolle gebieden. Daar liggen veel bommen, vaak neergelegd door vrouwen van islamitische rebellen. Zeker 2000 mensen zijn al omgekomen in het geweld van de afgelopen 3 jaar. De belangrijkste taak van de Rangers is dan ook om dit soort vrouwen op te sporen. Ook bezoeken ze gemeenschappen om hun goede wil te tonen. Veel van deze vrouwen gaven hun gewone baan op om bij het leger te kunnen. Door hun doorzettingsvermogen zijn ze een uitzonderlijk succes voor de Thaise regering.